IJsselmeervogels dat vorige week nog van Jong Sparta wist te winnen op de eigen Westmaat tegen Kozakken Boys. En de eerste kans is daar toch echt voor Sanchez voor de thuisploeg. Goeie voorzet vanaf de rechterkant. IJsselmeervogels dat de openingsgoal probeert te forceren met goed voetbal. En dit is toch een prachtige voorzet en Dito schot, maar de redding is uitstekend van de doelman van Kozakken Boys, Jansen. Het blijft dus 0-0. Ja, nu voor het eerst de thuisploeg dat in de problemen kan komen met Hofman die dit uitstekend doet. Aanval gaat door. En gaat dit ook een goal opleveren? Nou, het slimme paasje is perfect op maat. En dan is het Kozakken Boys dat laat in de wedstrijd in de 73ste minuut op voorsprong komt. Stout met de assist. En Vermeulen met de treffer. De thuisploeg valt aan. Is daar hens gemaakt? Scheidsrechter Smit wil van niks weten. En dus geen penalty voor de rode. Oftewel IJsselmeervogels. En dan zul je net zien dat Kozakken Boys op jacht gaat naar een tweede treffer. Het schot van Hofman, de paal. En dus blijft het 0-1. En komt IJsselmeervogels zeer goed weg. Hier nog eens kijken. Prachtige bal. Weer is daar Hofman. Hofman en dit keer de redding van de keeper. Het werk van Schaap. Het blijft 0-1. Kan er een schot van afstand komen? Nee, er is geen ruimte in eerste instantie om te gaan schieten voor El Hadouti. Dan is het van Son met de voorzet. En die bal wordt niet weggewerkt en belandt in het doel. Ramirez kreeg een kans in de openingsfase van de wedstrijd. En nu scoort hij. Het doelpunt dat 8 minuten voor tijd valt. De 1-1 dus. Voor de thuisploeg. De thuisploeg gaat op jacht naar meer. In de slotfase van deze wedstrijd. Met goed voetbal. En dat goede voetbal levert dan bijna weer een goal op. Dit is toch een enorme kans. En het is bijna Hierings die je maakte 2-1. Maar het blijft 1-1. Weer een goede aanval. Mooie paas. Ja, dit levert niks op. En de doelman van Kozakken Boys hoeft niet in actie te komen. Gaat hij dan toch nog vallen in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En wat doet hij? Wil de bal, wordt op zijn wenken bediend. En de rebound verdwijnt er dan niet in, maar vervolgens wel de treffer van Hierings. Hij scoort in de 89ste minuut. De 2-1 voor de thuisploeg. Voor IJsselmeervogels. En Kozakken Boys blijft toch maar dapper doorvoetballen op zoek naar een tweede treffer. Kreuzburg met de kans. Wordt niet benut. Het slotakkoord, dan voor IJsselmeervogels. En de grote vraag is, gaat het er ook komen? Maar dit is een schotje. Niet echt snoeihard, niet heel overtuigend binnengeschoten. Maar IJsselmeervogels wint wel met 2-1. En dat wordt uiteraard gevierd. Kai Hierings, matchwinnaar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Erg leuk om hier weer een feestje te kunnen vieren. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Want ik zei tegen de trainer, voetbal kan af en toe een heel raar spelletje zijn. Dat was hij niet met me eens, maar hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, het is altijd hetzelfde spelletje natuurlijk, dus dat ben ik wel met hem eens. Alleen de eerste helft staan we verdedigend wel goed. Zijn we aan de bal alleen niet zorgvuldig. Tweede helft doen we het aan de bal weer een stuk beter. Maar zie ook dat we veel meer risico nemen, waardoor er weer ruimtes achterin komen. En helaas scoren zij daaruit. Maar als je ziet qua wilskracht hoe wij dan omzetten, denk ik dat het een groot compliment is voor het team. En ook voor jou denk ik, want je kreeg ook nog een kans die leek bijna niet te missen vanaf de tribune. Die miste je, maar uiteindelijk sta je wel aan het eindpunt met een beslissende goal. Hoe doe jij dat als te spelen? Nou ja, ik gaf net al een compliment aan die rechtsback. Dat was echt zeer goed verdedigd. Het was moeilijk te zien inderdaad. Vanaf hier hoorde ik al, maar hij tikte hem nog weg, waardoor ik... hem niet goed raakte. En ik zei al tegen hem, als hij hem wat beter had geraakt, had hij hem waarschijnlijk gescoord. Maar ik baalde inderdaad wel van die kans. Uiteindelijk wil je die gewoon maken. En ben ik blij dat hij dan later nog voor mijn voeten valt. En die zat er venijn erin? Ja, dat kon je wel zeggen, ja. Ja, alles of niets, hè. Rammen. Zo, Sim Scholten, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dank u wel. Ja. Wat voor wedstrijd was het in jouw optiek? Een hele zware wedstrijd, conditioneel.
De eerste helft veel gelopen. Maar uiteindelijk de tweede helft komen we achter. En daarna maken we die twee goals. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja. Loop jij persoonlijk de wedstrijd ervaren? Hoe zwaar is zo'n wedstrijd op het hoogste niveau? Ja, ik vond het vandaag met de hitte vond ik het wel aardig zwaar. Eerste helft vooral. En veel moeten lopen op het middenveld en doorstappen met de zes die van hun uit zakt. En dan moet je weer terug naar de as komen. Maar nog een paar mooie acties gehad in de eerste helft. En nog een paar mooie voorzetten. Daar waar ik niet goed stond en die ik heb gegeven. Dus de eerste helft vond ik redelijk goed gaan. Van mijn persoonlijke kant. Als team stonden we op het middenveld soms iets te groot. Waardoor Kozak Boys er soms iets makkelijk uitspeelden. Maar ik denk dat we dat de tweede helft helemaal goed hebben opgelost. En dat zij uiteindelijk alleen maar die lange bal moesten gaan spelen. Dus ja. En dat was ook de sleutel richting de overwinning uiteindelijk, denk ik, hè? Ja, zeker weten. Ja, ja. Oh, Gert-Jan, voetbal kan af en toe een raar spelletje zijn, hè? Ja, vind ik niet. Het is gewoon een spel waarin wij, denk ik, eerste helft gelijkwaardig waren aan elkaar. En waarbij het eigenlijk... ik zag iemand vlak naast me in de dugout staan. Of een supporter die stond te gapen. Ik denk, nou, klopt wel aardig. Maar dat vind ik niet zo erg. Want dat betekent dat we tegen de ploeg als Kozakken Boys heel stabiel stonden. Hun voetbalde iets makkelijker. We hebben geen kans gehad. Wij waren een paar keer dreigend, maar niet echt gevaarlijk. Maar zeker de eerste 25 minuten naar rust tot aan hun doelpunt vond ik, hij is inmiddels heel sterk. 3-4 mooie aanvallen. Dan moet je hem erin schieten. Dat doe je niet. Keeper pakt een paar hele goede ballen en een paar klutsituaties. En eigenlijk de eerste aanval van hun was 0-1. Ah, daarna heb je 10 minuten geluk. Ik ben aan het wisselen om de boel anders neer te zetten en hun maken natuurlijk niet de 0-2. Maar dat moeten ze wel doen. Twee kansen, die ballen te palen en die ballen bij Jamie, dat moet hangen. Maar goed, op 0-0 moet Sam ook 1-0 maken enzovoort enzovoort. Waar ik heel blij mee ben is dat ik in de rust dingen verander in de speelwijze en dat ze dat goed oppakken. Dat we vervolgens veel beter gingen voetballen na rust. Dat betekent dat we verbeteren in waar ik altijd over blijf, over de fitheid. En dat we dus na de 1-0 achterstand gaan we nog eens een keer weer een speelplan presenteren aan die gasten. En ze blijven ervoor gaan en ze bleven ervoor strijden. En dan weet ik wel, als het 2-0 wordt gaat dat misschien niet zo. Maar nu ging het wel zo. En dan word je beloond, want we hadden er 3 of 4 100% in de eindfase. En dan is het leuk dat je hem er een keer uitsleept weer. Je was wel echt loon naar werken dus. Ja, maar ja, bij de situatie waarin hij in Meerwolf zit. Als er nou nog een speler is die niet hard wil werken, dan vermorsel ik hem. Zullen we kijken naar het proces waar de ploeg nu in zit? Hoe ervaar jij dat? Ja, ik wil eigenlijk een groot compliment maken aan het hele team. Er is echt niemand van wissel tot tribune, tot jongens die er af en toe bij zitten, die nu afhaakt en iedereen wil en gooit volle energie erin. En dat zie je dan ook terug op het veld. Dus ik ben erg trots op die jongens. En hoe kijk je naar eigen spel? Ja, ik doe wat ik kan doen. Ik doe ook alles geven wat ik heb. En soms komt dat goed uit en soms komt dat minder uit. Hè? Maar dat is weer voetbal. En ik ben erg blij dat ik nu weer mag spelen. Ik heb natuurlijk een hele periode niet gespeeld. En nu speel ik wel weer. Dus ik vind het erg leuk om deel uit te maken van de basiself. Misschien ben je te bescheiden, maar gaat gewoon best goed, toch? Ja, nee, ja, kijk, je kan nooit helemaal tevreden zijn. Kijk, we hebben natuurlijk wel gewonnen nu. Alleen, er is nog een hoop te verbeteren. Wil je constant... Hé, jongen. Wil je constant spelen. Ja. Nu een hele belangrijke overwinning tegen de Kozakken Boys. En volgende week weer een zware uitwedstrijd in Lisse. Ja. Leven jullie echt van wedstrijd tot wedstrijd? Of hoe gaat dat? Ja, zeker. Wij zien het nu gewoon nog als 6 finales en daar moeten we gewoon een heel goed resultaat halen. En dan kijken we aan het einde van de streep waar we staan. Ja. En mocht het niet zo zijn, dan in ieder geval goed gevoel overhouden aan de na-competitie, waar we natuurlijk niet naartoe willen. Maar we gaan er alles aan doen om voor onszelf en voor de club om er nog wat moois van te maken. En bij jou persoonlijk, het gaat in één keer heel snel met jouw carrière bij IJsselmeer volgens 1. Hoe gaat zoiets? Hoe overkomt het je, zeg maar? Ja, het overkomt je gewoon. Als je, wanneer was het? 3 weken geleden mocht ik mijn eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen RKAV meedoen, tegen Volendam.
En ja, vanaf toen is het heel snel gegaan. Toen, even kijken, moest ik eerst nog een wedstrijdje met mijn eigen team meedoen. Daarna nog een weekje getraind, oefenwedstrijdje ook weer tegen... Ja, tegen Sparta Nijkerk. En toen, toen mocht ik invallen daarna tegen Koninklijke AFC. En dan die week daarna hoor je dat je in één keer in de basis staat. Dus ja, dan gaat het heel snel, ja. En word je dan nog extra voorbereid door de trainer of hoe gaat dat? Nee. Hij zegt gewoon, ga lekker genieten. Je kunt het. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan zie je dat er, ja, dat er wel moois uit kan komen. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Dat is gewoon eigenlijk voetbal in zijn puurste vorm, denk ik. Het veld op gaan, genieten en zien wat er gebeurt. Ja, zeker weten, ja. Ja. En laatste vraag. Hoe word je opgenomen in de groep als de Benjamin van de club, om het zo te zeggen? Fantastisch, ja, zeker weten. Ja, ik heb gewoon hele goede banden met de spelers. Gewoon, ja, ik ben echt heel goed opgenomen. Gewoon goede connectie met iedereen. Ja. Gewoon heel goed opgenomen, ja. Je bent lekker aan de gang met het team en de ploeg. Je ziet dan, er zit meer conditie in. Voetbaltechnisch gaat het steeds beter. Dat is ook lonen werken, toch? Ja, nou ja, maar dat is ook mijn werk. Dus, en of dat lonen werken is, dat moet blijken. En we hebben nog niks. We staan in een hele penibele situatie. Maar ik heb volgens mij nu in ieder geval minder verloren dan gewonnen en gelijk gespeeld inmiddels. Dus dat is positief. En dat tel ik even de oefenwedstrijden mee. Want je moet altijd naar jezelf toe rekenen, zeg ik. Maar wat wel leuk is om te zien is dat we naarmate het seizoen nu vordert, waar ik bij ben althans, steeds gevaarlijker worden en dreigender worden. En steeds vaster in de opstelling. Dus vandaag was junior geschorst, moesten we toch een aanpassing doen. Vond ik de eerste helft ook wel zichtbaar hoor, dat we die misten. Maar het is wel lekker dat je eens een keer niet in de rust hoeft te wisselen omdat er weer een half geblesseerd of helemaal geblesseerd op de bank ligt. Dus ja, als je weet is alles positief, dat weet ik wel. Maar het was denk ik een hele leuke tweede helft voor het publiek. Ik denk dat we hem verdiend gewonnen hebben. Maar we moeten ook reëel zijn. Het is allemaal heel broos, heel wiebelig, want het kwartje kan op 0-1 ook de andere kant opvallen. En nou ja, laten we hiervan genieten. Volgende week naar Lisse, dan wordt weer loodzwaar. Ga volgende week zien en horen, dankjewel. Ja, ik hoop dat jullie er zijn, want dat, bij Sparta waren er natuurlijk te weinig toeschouwers. Dus dat mag wel even gezegd worden. Ik zei voor de grap tegen Adrie de Graaf, jullie zitten vanaf nu in vak D, de afvalligen. Ja. Maar je hebt vandaag ook gezien in de laatste minuut dat het publiek erachter komt wat dat doet. Dus ze moeten er gewoon zijn. En geen smoesjes en geen excuses. Want die mogen de spelers niet hanteren, maar supporters al helemaal niet.